En wat lees je zoal? Strips, verhalen, over bombardementen sommige. Ja. Sommige over dat Hitler dood is, maar dan aan het eind van de oorlog. Ik heb een stukje uit de nieuwe Rotterdamse Courant. Duitse aanval op Nederland. Vanochtend om 3 uur hebben de Duitse troepen de grens overschreden. Vliegaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden. Weermacht en afweer zijn paraat bevonden. Indutaties voltrekken zich volgens plan. Voor zover bekend ten minste 6 Duitse vliegtuigen neergehaald. En waarom heb je dat stukje nou uitgezocht? Het leek me wel interessant ook, omdat het het begin van de oorlog was. Waarom heb jij dat stukje uitgezocht? Ja, ik vond het ook heel interessant dat dit was het einde en dat ze heel blij waren zo. Komt uit de krant met de Franse naam. Eindelijk is de bevrijding van Dam toch ook voor westelijk Nederland gekomen. Bij hun intocht in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en andere steden en dorpen werden onze Canadese en Engelse bondgenoten letterlijk overrompeld. Door het hoogoplaaiende enthousiaste der gehele bevolking. Bijna 5 jaren van Duits schrikkelbewind liggen achter ons. Weet je nou wat je gelezen hebt? Ja, dat ze vrij zijn en zo. En dat ze wel blij zijn en door de Canadezen en Engelsen zijn bevrijd en zo. Maar heb je nou ook een indruk van hoe mensen toen leefden? Een beetje. De Joden vooral bang. Bang dat ze naar de concentratiekampen moesten. Ja. Ja. En na het bombardement, iedereen moest weer opbouwen en al. Als ze er geld voor hadden. Ja. Sommigen gingen vluchten. Want ze dachten dat het niet meer goed zou komen en zo. Ja. En dan komt de bevrijding. En iedereen was heel opgelucht. Blij dat ze weer dingen mochten doen. Dat Joden weer naar de dierentuin en zo mochten.